Er zijn al dozijnen compacte SUV's op de markt. Alfa Romeo is ongeveer de allerlaatste autobouwer die er nog geen had. Maar nu wel, deze Tonale. En we gaan eens kijken wat daarvan de meerwaarde is. Je vindt de link naar het testverslag hieronder in de beschrijving. Op autogids.be vind je elke dag nog een boel ander autonieuws, vers van de pers en een boel andere testverslagen. Steven, als ik het zo zie, het is een beetje een Stelvio, maar dan 20% kleiner. Je zou dat denken qua looks, maar op die looks na heeft deze Tonale niets gemeen met de Stelvio. Ah ja. Om de simpele reden dat de Stelvio samen met een Giulia staat op het fameuze Giorgio-platform en dat deze staat op het small white-platform. Net als de Fiat 500X, maar ook van zustermerk Jeep, de Renegade en de Compass. En vooral met die laatste, de Jeep Compass, heeft hij heel veel gemeen. Want eigenlijk is dat technisch quasi identiek dezelfde auto. Okay. Hij is iets langer. De Compass is 4,4 meter, dacht ik. Deze is 4,53, dus ja, is 10 centimeter langer. D'ailleurs, de Tonale is binnen zijn segment sowieso bij de grotere jongens qua lengte. We gaan straks zien dat dat achterin dat echt wel zijn praktisch voordeel heeft. Want een BMW X1 is ongeveer 4,5 meter, ja, dus, om er nu eentje te noemen. Maar dat is ook een van de grotere jongens. Hè. Dus ja. Binnen dat segment, bij die grootorde plaatst de Tonale zich nu. Okay. En ten opzichte van de Compass heeft hij ook bredere sporen. 41 mm, omdat hij iets stabieler zou staan op zijn wielen. Dus maar eigenlijk is het geen Stelvio. Het is een Jeep Compass. Ja. Anders vormgegeven. Maar toch, als je het zo ziet, het is wel heel typisch Alfa Romeo. Hè? Dat schild vooraan en dan die drievoudige koplampen, dat is toch wel... Wat doet deze, denk ik? Die koplampen? Ze hebben dat al bij eerdere modellen al wel gedaan. Hè? Bij Alfa schuiven ze wel één specifiek model naar voren. Wat zou je dat kunnen doen, denk ik? Als ik zeg het monster. De Asset. De Asset, ja. Inderdaad. Dus de Il Mostro. Il Mostro. Ja. Dus daar hinten de koplampen naar. Ik kom even mee naar van achter. Want daar, al dus Alfa is hier, die achterlichtblok, net hetzelfde. Ook die zou komen van de Asset. Ik vind dat wel vergezocht. Ik zie er eigenlijk een klein beetje Mazda en ook als je goed kijkt wat Jaguar in. Ja, omdat er ook die drie dubbele elementen in zitten. Hier hebben ze een klein beetje leentje buur gespeeld, maar ik vind voor de rest is het een ongelooflijk mooie auto. En vooral, Hans. Ja, heel mooi. De velgen met de vijf gaten. Ongelooflijk hoe knap zo'n simplistisch velgendesign toch kan zijn. Ook dat gaat al lang mee, hè? Gaat eigenlijk al heel lang mee en is in deze verkrijgbaar tot en met maat 20. Okay. We beginnen met 17 duims, denk ik. Als je specifiek de vijf gaten wilt, is het 18 en 20 duim. Maar ja, dit maakt je een auto af, hè. Ja. En uiteraard, Italia forever. Dit is een speciale, uitvoering. Dan krijg je dus wat Italiaanse vlagjes. Ah, ja. Nu, qua design, zo nieuw is hem niet. Want eigenlijk is de Tonale quasi in zijn geheel overgenomen van de concept in 2019. Het enige wat ze eraan veranderd hebben, zijn de spiegels. Dat waren camera's. Trouwens, een fun factje over de spiegel. Als je op de bestuurdersstoel zit, dan blokkeert de A-stijl een deel van de zijspiegel hier. Dus ze hadden misschien toch beter... Slordig. Ja, ze hadden toch misschien beter die camera's laten staan. Ja. En nog iets dat veranderd is hier achteraan. Bij de concept was dat hier iets coupé-achtiger van vorm. Maar om de instap te vergemakkelijken, heeft Alfa dat bij de productieversie toch weer hoger getrokken. Dus, maar voor de rest, hebben ze er eigenlijk weinig aan gedaan. Misschien was het eerder zo dat ze eerst de productieversie hadden gemaakt intern en dat ze dan de concept hebben getekend om op die manier de aanloop te nemen naar de productieversie. Ja, ik weet waar hij naartoe wil, want inderdaad, de productieversie is uitgesteld geweest. Ja, die is al even klaar, hè? Die is al even klaar, ja. De reden dat die uitgesteld geweest is omdat Jean-Philippe Imparato, dus ondertussen zijn we al twee fusies verder. Eerst is Alfa samengegaan met Chrysler en Jeep. Ja, en dan de Fiat-groep eigenlijk. De Fiat-groep, FCA. Ja. En dan is FCA nog eens gefusioneerd met PSA tot het huidige Stellantis. Ja. Dus ja, nieuwe bazen, nieuwe wetten. Jean-Philippe Imparato, die vroeger van Peugeot kwam, die heeft Alfa onderhanden gekregen, in zijn portefeuille gekregen. En die, toen hij de Tonale zag, heeft hij gezegd, sorry mannen, maar dit is niet premium genoeg. Terug naar de keuken met dat bord. Hè. Maak maar iets beter. Waardoor er een quasi-productierijpe Tonale, dat ze daar terug zijn moeten beginnen, met alle problemen van dien. Want ondertussen is dan coronacrisis uitgebroken.
die chiptekorten, waar ze ook onder te lijden hebben gehad. Wat maakt dat we eigenlijk bijna 2 jaar langer hebben moeten wachten op de Tonali. En dat is niet de eerste keer dat ze dat voor hebben, want herinner u, met de Giulia en de Stelvio hebben ze net hetzelfde voor gehad. Hè? Toen was het nog met Marchione, de vorige baas, die heeft die 2 modellen ook teruggestuurd, met ook alle gevolgen van die. Ja. Dus, oké. Okay. En nogthans ziet het voor Alfa Romeo toch geen onbelangrijk examen, zal ik maar zeggen. Hè? Want de Giulia en Stelvio, ze verkopen er veel minder van dan ze eigenlijk voor ogen hadden op voorhand. Ja. Dit is dan het zoveelste... De zoveelste ridder in nood of de zoveelste laatste kansel, moet ik maar noemen? Dat zou hij moeten zijn, ja. Ja, maar wat ik dat net eigenlijk aanhaal, hè. Ze hebben de Giulia en de Stelvio destijds, die was klaar. Maar Marconi vond dat niet sportief genoeg. Hè. Dus ze hebben toen een heel nieuw platform, dat Giorgio-platform, daarvoor moeten ontwikkelen. Waardoor dat die auto technologisch eigenlijk al achterop liep op het moment dat hij op de markt kwam. Waardoor hij nooit in goede aarde is gevallen. En nu, onlangs, in een interview heeft de Alfa CEO van de UK gezegd, ja, het probleem met de Stelvio en de Giulia is dat die enkel maar in de smaak valt bij mannen van middelbare leeftijd. Waarom? Ja, omdat die Alfa van in hun gloriedagen nog kennen. Ja. Dus er is een gigantisch potentieel dat ze links laten liggen met die 2 auto's. En daar hopen ze nu met de Tonali veranderingen te brengen. Dus die moet nu vrouwen, jonge mensen, families naar de Alfa showroom brengen. En dat maakt inderdaad dat die Tonali zo'n beetje de strohalm is. Deze moet het gaan doen nu voor Alfa. Vooral omdat binnen Stellantis, ja, je hebt nu 3 luxe merken. Hè. Je hebt Alfa, maar je hebt ook DS en binnenkort komt Lancia ook terug. En we weten, ze hebben allemaal alle 3 10 jaar gekregen om zich te bewijzen. En wie niet het opgelegde plafond haalt, ja, die gaat er onherroepelijk weer uit. Hè. Ja. Dus het is niet gezegd dat we binnen 10 jaar Alfa dan nog zal bestaan. Ja. Dus onderuit is een Jeep, dat is dan ook met 4-wielaandrijving? Voorlopig niet. Okay. Net als de Compass ga je wel 4x4 krijgen of 4-wielaandrijving krijgen, maar pas op het moment dat je de plug-in hybride hebt. En die komt in de Tonali pas vermoedelijk volgend jaar. Okay. Het zou kunnen ook dit jaar, maar 2023. Dat is een veiliger gok. Ja. Het is te zeggen. In de VS kan je de Tonali wel krijgen met een 2 liter, gewone 2 liter, met 4x4, maar die versie wordt bij ons niet aangeboden. Ah, ja. En dan heb je dan ook een mechanisch differentieel, dus een mechanische 4x4. Bij de plug-in hybride is het uiteraard elektrisch, omdat de elektromotor achteraan zit. Ja, oké. Okay. En wat hebben we hier dan? Dit is de 1.5 mild hybrid met 130 pk, diezelfde benzine. Bestaat er ook met 160 pk, waar daar trouwens onze detailtest mee gedaan. En dan heb je nog een diesel, dat is de getrouwe 1.6 multijet van 130 pk. Ja, oké. Okay. Allemaal trouwens met automaat. Ook Alfa Romeo stapt af van manuele versnellingsbakken. Alles is automaat. Gerobotiseerde bak met dubbele koppeling. 7 versnellingen in het geval van de benzine, 6 in het geval van de diesel. Oké. Okay. Ik hoorde nu ook het woord hybride in de mond nemen. Mild hybrid, hè. Ah, ja. Alhoewel dat in deze misschien toch wel wat bij de haren getrokken is, omdat de Tonali of het mild hybrid systeem hier wel iets verder gaat dan gewoon een vredele start-stop. Hè. En de simpele reden dat er 2 elektromotoren in zitten die komen helpen, dus de starter-generator, die je normaal gezien hebt bij een milde hybride, hè, dus de vredele start-stop van daarnet. Maar er zit ook een extra motor tussen de motor en de versnellingsbak, of in de versnellingsbak ingebouwd, die 20 pk levert. En daarmee kan je een aantal... Ik zou zelfs geen kilometer durven zeggen, want dat is al... Als je heel, heel traag rijdt, ga je misschien een kilometer uithalen. Vandaar dat het unfair zou zijn om hem bij de hybrides in te kaderen, zeg maar. Maar hij kan wel even op elektriciteit rijden. Ah, ja. Dus hij heeft ook een batterij van 1.5 kilowattuur. Dus ja, dat is wel een vrij... nieuw systeem, zeg maar, een vrij geëvolueerd systeem, maar het blijft een milde hybride. Ja. Zeg, in een volledig elektrische versie, zit dat eraan te komen? Die is aangekondigd, maar dat zal nog niet voor direct zijn. Ja, we weten dat de Small Wide platform klaar is voor elektrische aandrijving, dus het kan zeker. Ja. En we weten dat hij er komt, maar wanneer, dat zal de komende jaren. Ja. En goed nieuws, tussen haakjes, want officieel is hij ook niet aangekondigd, maar het zou ons evenmin verbazen mocht Alfa nog een Quadrifoglio vanaf leiden.
Want ook een sportversie, zo gezegd. Een sportversie, ja. Zoals van de Stelvio en van de Giulia. Want ook dat kan technisch in principe met dit platform. Dus okay. Fingers crossed. Vooral dan voor die laatste, voor de Quadrifoglio. Ja. Oké, okay, van binnen, het heeft toch wel aardig wat Alfa Romeo, hè, als ik het zo zie. Ja, ze trekken wel de design details, hè, die koepels hier, ja. De ronde ventilatiemonden. Die dingen die typisch zijn in Alfa, die trekken ze ook wel door in het interieur. Hè, de DNA-knop bijvoorbeeld, dat is ook zoiets wat de laatste generatie Alfa's zagen. En natuurlijk, ja, hè, alweer het Italiaanse vlaggetje, dat je weet waar het komt. En het is zeker niet slecht gedaan. Hè. Kijk, je hebt hier een sfeerboord waar je de kleur van kan aanpassen. Aluminium pedals? Aluminium pedals, bijzonder knap. Ze liggen ongelooflijk goed in de hand. Zoals het moet zijn, vast op de stuurkolom. Dat je, hè, ja. Met genoeg rijkwijdte onderaan en bovenaan. Dus perfect gedaan, daar kunnen we niks aan zeggen. Ja, maar, en daar had ik het daarnet over, dat ze het bord toch iets... Allee, iets langer in de keuken hadden mogen staan. Het ziet er op het eerste zicht wel allemaal zeer kunstig en premium uit. Maar als je echt gaat beginnen voelen, bijvoorbeeld hierboven. Ja, ik verwacht daar soft touch plastics. En dat is het voor in zekere mate wel. Maar het voelt toch wat goedkoop aan. Bijvoorbeeld hier, die plastic rand, die hangt half los. Als je die radiatorroosters in de hand neemt. Je voelt de ventilatieroosters. Allemaal, dat is echt allemaal heel licht en heel fragiel uitgevoerd. Ten opzichte dan natuurlijk van die wat je net zegt, van die aluminium pedals. Hè, want dit kost wel iets, hè, om aan het stuur te hangen. Dus ja, ik weet niet goed wat dat... Ja, ze hebben bepaalde dingen toch voorrang gegeven. En dat vloekt dan, dat maakt dan dat het zo net niet is. Ja. Maar, dat moet wel gezegd, maar de Giulia en de Stelvio, nadat die dan uiteindelijk op de markt kwamen, nadat ze teruggeroepen waren, technologisch compleet achterliepen, is de Stelvio, is de Tonale, excuseer, wel mee. Hè, dus 10,25 duim groot scherm, waar je eigenlijk, zoals dat vandaag bonton is, met verschillende widgets eigenlijk je scherm kan indelen. Alles wat je nodig hebt is aanwezig. Android Auto, Apple CarPlay, draadloos en bedraad. Inductielader, een groot digitaal scherm. Voor de tellerpartij, 12,3 duim trouwens. Dat ook te digitaliseren is, met leuk, zo die retro wijzertjes. Dus het zit er wel allemaal op, technologisch gezien. Ja. Wat maakt dat de hippe twintiger die... In zijn drang naar technologische vooruitstrevendheid, die zal zeker niet teleurgesteld zijn als in een Tonale stap. Grote schermen, dat is grote schermen, vaak vandaag om draait. Daar draait het inderdaad om. Hè. De bling, hè. De digitale bling. En dat doen ze bij Alfa wel goed. Oké, okay. Ik voel ook sportstoelen. Ja, maar ik heb al in betere Alfa stoelen gezeten. Mm-hmm. Ik wil zeggen sportievere. Ja. Ze zitten zeer goed, maar de grip eigenlijk had nog iets beter mogen zijn. Ja. Ik vind het wel super cool dat ze dat Alfa logo... Blijf ik geniaal. Ja, dat is mooi. Ja. En dan plus, nu we het over zetels hebben, achterbank. Hè. Zoals net gezegd, hij is een stuk langer nog dan de Kompas. Hij hoort bij de grootste van de klas. En dat vertaalt zich hier in een echt, ik ga niet zeggen riante, maar een heel aangename achterbank. Waar je eigenlijk met drie volwassenen wel een plek kan vinden. Hè. Er zit met een klein middentunneltje achteraan, maar ça va. En ook de cover, 500 liter tot 1500 liter. Wat geen recordwaarde zijn, maar zeker heel mooi is in dit segment. Ja, wel een grote dode hoek zie ik, drie kwart achteraan. Dat is natuurlijk wat je krijgt met die grote C-stijl. Ja. Dus Steven, Alfa Romeo, dat associëren we altijd met sportief, hè? Is dat hier ook het geval? Goh, het Cuore Sportivo zit er een heel klein beetje in. Dus ja, de technische basis is die van de Kompas. En Alfa heeft de Tonale wel iets sportiever afgesteld. Hij heeft iets bredere sporen, een directere stuurbekrachtiging en er zit een opgewaardeerd remsysteem op van Brembo. Maar om daarmee nu te concluderen dat de Tonale de Kompas compleet weg zou rijden, dat is wat te ver door de bocht. Dus ik zou het vooral noemen, ze hebben een zeer goed compromis gemaakt tussen comfort en sportiviteit, vind ik. Het is echt wel een vrij snedige auto zonder echt sportief te zijn. Dus zij die hadden gehoopt van een kleine Stelvio aan te treffen, ja, die zijn eraan voor de moeite. Zeg, iets rationeler dan. Hoe is het met verbruik gesteld? Ja, ook dat is niet meteen... Ik ga nu niet zeggen om over naar huis te schrijven, maar in de test hadden wij gemiddeld verbruik van 7,7 liter met de mild hybrid en 160 pk. Hier rijden we nu met de 130 pk.
maar ik kom op een soort gelijk getal uit, om de reden, zoals ik dat net aangaf, ja, als je echt een klein beetje de vaart wil inhouden, dan moet je echt serieus aan de bak met je auto, waardoor, en je moet hem in dynamic zetten om te beginnen al, waardoor dat je een heel deel van de elektrische bijstand eigenlijk uitschakelt, waardoor dat je uiteraard ook veel minder gaat ja, kunnen besparen op je verbruik. Dus 7,7 liter, oké, ja goed, het is een mild hybrid, dus zeker niet slecht, maar het is ook niet, het is ook geen recordwaarde. Dus fingers crossed dat de plug-in hybride dan dat gebied beter gaat. We komen nu straks de naam van BMW enzovoort in opnemen. Praten we hier over dezelfde prijsklasse? Nee. Hij is echt merkelijk goedkoper. Ja, als je het net gezien hebt, het interieur heb je ook echt hetzelfde premium niveau. Maar de totale begint aan €33.500. Benzine of diesel, 130 pk maakt niet uit, de prijs is exact dezelfde. En dan stijgt hij, dit is nu de speciale lanceringsuitvoering, binnenkort verdwijnt. Maar dan stijg je eigenlijk in niveaus, want heel veel losse opties zijn er niet. Dus Alfa biedt wel een aantal optiepakketten aan, en dan in combinatie met die uitrustingsniveaus, en dan zit je, als je naar de Veloce gaat, wat de duurste uitvoering is, zit je net boven de €40.000. Maar dat is eigenlijk de prijs waar de BMW's en de Mercedes en de Audi's van deze wereld aan beginnen. Dus ja, ik kan eigenlijk zeggen dat je voor de basisprijs van een X1, zeg maar, volledig uitgerust op een aanleiding op de opwet zet. Dus de Tonale, hoe zit het ermee? Meerwaarde? Stel je die vraag als fan van Alfa of als kan je niet schelen? Ik wil het allebei horen. Als fan van Alfa, loop. De Tonale heeft zoveel te maken met de Alfa-ziel als de pizza die we daarnet hebben gegeten. Hij komt uit Italië, dat is dan ook gezegd. Ik ga nu wel iets te kort door de bocht misschien, want hij lijkt er wel op. Hij heeft dat design dat zeker Italiaans en Alfa gestyled is, zeg maar. En hij heeft uiteraard ook de logo en zo, maar die echte ziel dat je verwacht van een Alfa, namelijk dat scherp sportief rijgedrag, de leuke klank van de motor, dat ontbeert de Tonale absoluut. Maar als je niet per se fan bent, of kan je geen zak schelen dat Alfa een gigantische geschiedenis met zich meedraagt, ja, dan is dit de koop van het jaar, zou ik zo zeggen. Want binnen zijn klasse is hij sowieso een van de ruimste. Hij valt qua prijs redelijk goed mee. Hij biedt een vrij goed compromis tussen comfort en rijdynamiek. Hij ziet er zeer goed uit, wat bijzonder belangrijk is, toch als je wil gezien worden, letterlijk in deze. Dus alles bij elkaar opgeteld, heeft de Tonale echt wel wat hoeven om een hoop mensen echt te charmeren. Behalve dan de Alfisti. Ja, maar er zijn meer niet-Alfisti dan Alfisti in de wereld. Gelukkig dus... voor Alfa wel, ja. Ja. Gelukkig voor Alfa wel. Dus het zou dus best wel eens kunnen, als die zich echt aangesproken voelt tot de Tonale, dat Alfa inderdaad wel eens zijn heiland zou kunnen gevonden hebben. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken. Als je nog meer tests wilt terugzien, die vind je op het Autogids YouTube-kanaal. En daar kan je ook abonneren.